Goedendag, mijn naam is Arno, ik krijg een verlopende kwadratische functie. Namelijk f van x is x kwadraat min 4 voor die. Zelfde functies zijn met twee nulpunten. Kijk ook video's over functies met één nulpunt of geen nulpunt. Dit is voorbeeld met twee nulpunten. Hier de a is 1, dat betekent de vorm van deze functie is een dalparabool. Waarom? Als je a bij x kwadraat 1 is, dan heb je een dalparabool. Want dan a positief dalparabool, a negatief bergparabool. Dit is eigenlijk een 1, dus een dalparabool. Een dalparabool, als je tekent, als je even schetst, dan heeft deze vorm. De vorm met een u in feite, ja. Met de top beneden. Dus de vraag is, wat zijn de nulpunten? De nulpunten betekent de vergelijking op zijn x kwadraat min 4 voor die gelijk aan 0 stellen. Dat betekent we gaan d gebruiken, deze p kwadraat min 4 ac. Dan krijg je p is min 4, dus 16 min 1 maal 3 maal 4 is min 12, wordt dus 4. P d groter dan 0, heb je dus twee oplossingen. Min b plus of min wordt op d groter 2, a. Dan krijg je 4. Plus of min 2 is er 2. Dus 4, min 4 wordt 4. Plus of min 2 is er 2. Dan krijg je de waarde 3 en 1. Dit zijn de nulwaarden die je berekent. Maar we zoeken de nulpunten. Nulpunten zijn dan 3,0 en 1,0. Dus je hebt twee nulpunten, 3,0 en 1,0. Ja. Volgende vraag, Dimitri As. Is de waarde altijd x is min b is er 2. Ah, kijk even een andere video. Min b is hier. Min 4 wordt plus 4. Dus 4 is er 2. Wordt 2. De waarde x is 2 heb je in symmetrie as. Wat is de top? De top is de x-waarde is uw min b gedeeld door 2a. Ja, de x-waarde is min b gedeeld door 2a. Y-waarde is min d gedeeld door 4a. Min b gedeeld door 2a kennen we reeds. Dat was de waarde 2. Die is juist berekend. Min d gedeeld door 2a. D is 4. Krijg je min 4 gedeeld door 4 maal 1 is 4. Krijg je min 1. De top is min 2, min 2, min 1. Gewoon een vraag die ik wil stellen, neem met de S, is altijd de waarde, deze C hier, is de waarde 0,3. We hebben eerst alles berekend. We hebben berekend het talparabool, we hebben de top berekend, de nulpunten en de vorm. Dus nulpunten, top, neem met de S en de vorm talparabool. We gaan eerst tekenen in de grafiek en dan tekenen we op een functie op parabool. Eerst de nulpunten. Nulpunten zijn 1, 0 en 3, 0, liggen op de x-as. Symmetrie as ligt tussen de nulpunten, juist in het midden is 2, of x is 2, dit is symmetrieas. X is gelijk aan 2. Symmetrieas, x is 2. Op die symmetrieas ligt de top op de waarde min 1. Dat betekent onder de x-as, hier bij de waarde min 1 is de top. Je hebt nog extra gegeven, dan snijdt met de s in de waarde 0,3. Dus bij 3, 1, 2, 3 heb je hier snijdt met de s. Nu de symmetrieas is symmetrisch, de hoogte van symmetrisch. Dat betekent aan de andere kant symmetrische as, op afstand 3. Dus hier bij de waarde 6 heb je ook de waarde 3. Dan heb je hier 1, 2, 3, 4, 5 punten om de grafiek te tekenen. Dan kun je een talparabool tekenen. Je tekent dus een talparabool. Zoals gezegd, je hebt een talparabool, je tekent een talparabool. Nu gaan we uit die functie. Dus f van x is x kwadraat min 4x plus 3. De tekenverloop en het functieverloop doen. Is het tekenverloop? Tekenverloop betekent met de nulpunten. Nulpunten zijn 3, 0, 1, 0 en 3, 0. Dan heb je de nulpunten 1, 0 en 3, 0. Dus 1, 0. En 3, 0 zijn nulpunten, de waarde 0. Tussen nulpunt is het onder de x-as, dat betekent negatief. En buiten nulpunten heb je positief. Wat is nu het functieverloop? Het functieverloop betekent, dit is een, die daalt eerst, dan daalt die naar het minimum naar het stijgste. Ja. Dus je hebt een maximum op minimum met de waarde 2, min 1, wat je minimum is. De top is hier een minimum. Minimum, en dan daalt ze eerst en dan stijgt. Dus dalen, minimum stijgt. Dankjewel, bye bye.